De Chinezen moeten met respect behandeld worden omdat deze groep een bijdrage levert aan de economie. Dit heeft Eugène van der San, minister van Justitie en Politie, vandaag gezegd tijdens een rouwdienst in de Chinese school aan de Dr. Sophie Redmondstraat. De speciale rouwdienst is gehouden voor de overleden winkelier Lin Zidi en zijn zoon Lin Tan. Het tweetal is op 4 april na een beroving levend verbrand in hun winkelpand te Santikondre, te Tapanahoni. Volgens minister van der San moet afgestapt worden van de gedachte dat deze groep slechts in Suriname is om geld te maken. Het stoort de bewindsman ook dat de Chinese burger continu het slachtoffer is van gewelddadige overvallen. Van der San vindt daarom dat er hard opgetreden moet worden tegen de criminelen die denken dat de Chinese ondernemers veel geld hebben. A doodstraf tori de Maputa wasi. Een doodstraf tori moet dat doen. Maar mij ook konden we een nuance in het bijzonder die de Chinese zijn op de supermarkt naar de winkel dat we afvullen in een wetboek de juristische juriste termen van aan elkaar. Maar de regering heeft bepaald dus voor ons niet op Boesman kan. We afvullen het ook in een wet dat die op een juristische winkel, die op een supermarkt. En is je man verdacht? Ik kon naar Wengri. Naar Wengri, bij mijn aksa man, Sawa Bai. Ik heb een man ook een tijdje in Sawa Bai. Maar mijn wakker lukt, dat ik een aksa man voor mopo uit Wengri. En te een man op mopo, leek van een man change a wel, want vroeger aan op een zo, dat te een man komt op die prasie. En in Osabama, en aan waka kon niet ozo en in Osabem, je mag zoeten. Thompson Chung, voorzitter van de Suriname Chinese United Association, SCUA, vindt ook dat er een halt toegebracht moet worden aan de criminaliteit die steeds ergere vormen aanneemt. Volgens hen zijn wij als mens geboren, maar hoeven niet op zo'n wrede manier te sterven. Maar om deze twee onbekende namen zijn we vandaag bijeengekomen. Meteen die op tientien maanden de zonde zonde naar dat deze wereld. Die op tientien maanden de mensen die gaan. Elke dag komen er miljoenen nieuwe lieven bij op de aarde en ook miljoenen lieven gaan weg van je. Maar ze weten, de lieven gaan, die we moeten gaan. Maar op het manier van hoe zij zijn weggevaard, vind ik het wel niet gewoonlijk. Je leert dat we een taboe van Sanlang de Ren, Jude Feesang, hoe aan. Het maakt ons ook zenuwachtig en bang. Ook onrustig. Aldus Sheng, voorzitter van de SCUA. Hij sprak vanmiddag tijdens de rouwdienst in de Chinese school. De organisatie had eerder een stille loop gepland, maar op verzoek van de familie is daarvan afgezien. Wel waren vrijwel alle Chinese supermarkten tussen 2 en 5 uur 's middags gesloten.